In deze video wil ik het hebben over DCA, Dollar Cost Averaging. Dat wil zeggen dat de gemiddelde prijs die je voor een aandeel hebt betaald, je liefst telkens zo laag mogelijk wilt houden. En dit is dus een methode die je kunt toepassen op het moment dat je geld gaat investeren in aandelen. Dus laten we snel beginnen. Dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. inkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Er dus zijn wat onderwerpen die je leuk vindt en waar je meer over wilt zien. Abonneer dan op dit kanaal. Maar in deze video gaan we het dus hebben over dollar cost averaging. En ik zal het telkens afkorten als DCA, dat is wat makkelijker. Uh, en dat is dus eigenlijk, zoals gezegd, al een methode die je kunt toepassen op het moment dat je aandelen gaat kopen. En dat je het liefst de prijs die je gemiddeld voor een aandeel hebt betaald, het liefst telkens naar beneden bijstelt. Ik maak deze video naar aanleiding van, ja, een situatie die ik zelf dus heb meegemaakt de afgelopen maand. Waar achteraf dacht ik van, ja, dat had ik beter op een andere manier kunnen aanpakken. Uh, zoals je weet maak ik elke maand een serie van drie interessante aandelen. Die van maart begon ik met, uh, een video met drie aandelen en één daarvan was Tesla. Ik had die video eind februari een beetje opgenomen. En op het moment dat die uitkwam op 1 maart, was de dag uh, dat Tesla onder de 300 dollar zakte. En in die video zei ik: op het moment dat Tesla onder de 300 dollar zakt, wil ik graag aandelen bijkopen. Nou, dat is mooie timing dus. Dat was wat slecht nieuws op dat moment. En dus zakte Tesla van 320 dollar naar 295 dollar ongeveer op die dag. En ik koos er dus voor om uh, op dat moment vijf aandelen te kopen. En ik heb er per aandeel 297 dollar en 31 cent voor betaald. Oftewel in totaal 1468 dollar en 55 cent. En dit is dus, ja, ik had meteen direct die aandelen gekocht. En achteraf gezien had ik, dacht ik van dat had ik beter anders kunnen doen. Ik was al bekend met DCA. Zeker toen je de koers na een paar dagen zag, dacht ik van ja, hij is inderdaad onder de 300 dollar gezakt. Maar hij zakte uiteindelijk nog wat verder. En toen dacht ik van ik had beter dus deze tactiek hiervoor kunnen toepassen, deze methode. En dan had ik namelijk de prijs van mijn gemiddelde aandeel van die aankoop eigenlijk naar beneden bij kunnen stellen. Waardoor ik dus meer winst kan maken met hetzelfde aandeel. Nou klinkt het misschien raar om als een aandeel zakt toch te gaan kopen. Uh, maar hier heb ik in die vorige video, uh, ik zal hem hier even linken, van de interessante aandelen van april 2019 ook over gehad. Dan had ik wederom Tesla namelijk genoemd. Omdat het nog steeds een interessant bedrijf is vind ik, een interessant aandeel. Uh, maar als je bereid bent om een aandeel te kopen van een bedrijf tegen 300 dollar en op zich verandert er wel in de koers iets, maar niet per se in het bedrijf zelf, het was vooral negatief nieuws. De aantal verkochte auto's en zo, dat loopt alleen maar op, zeker in Nederland en Europa. Dus op zich, de basis van het bedrijf was wel goed, alleen de koers was vooral gedaald, denk ik, door negatief nieuws. Nou, waarom zou je dan, als er in het bedrijf niks verandert, maar wel in de koers, zeg maar van 300 dollar naar 275 dollar? Waarom zou je dan niet voor 275 dollar ook die aandelen kopen? Nou, dat is dus een beetje het principe dat ik in deze video wil uitleggen van als je bereid bent voor het ene bedrag te kopen. En het daalt, en je ziet dat het dus eigenlijk niet aan het bedrijf zelf ligt, dan moet je ook zeker voor dat bedrag bereid zijn de aandelen te kopen. En aan de hand van mijn voorbeeld van Tesla ga ik even terugkijken, dus de afgelopen maand. En wil ik laten zien van wat, als ik het nou wel volgens deze methode had gedaan, wat was dan het verschil geweest? Nou, het ene geval zoals ik het heb gedaan, heb ik dus vijf aandelen gekocht, met 1486 en dollar en 55 cent voor betaald. En als we kijken naar de grafieken, ik pak ze even erbij van uh, de laatste dag van februari, 28 februari. Toen zag je dat het aandeel nog op 319,88 dollar en 88 cent was. En zoals gezegd, was dat ongeveer het moment dat ik die video opnam. En zei: onder de 300 dollar is Tesla altijd een interessant aandeel om te kopen. Dat bedrag baseer ik dan als je gaat kijken: Tesla-aandeel op de lange termijn. Dan kun je zien dat vaak het aandeel aan de bovenkant vaak piekt rond de 340 dollar en aan de onderkant rond de 280 dollar. Dus binnen die grens zie je dat vaak het aandeel fluctueert. En dat dat eigenlijk twee punten zijn waarop je kunt zien, in ieder geval het afgelopen jaar en eigenlijk ook de laatste twee jaar, dat daar vaak um, op die momenten dus Negatief nieuws komt of slechte cijfers, of juist aan de onderkant positief nieuws komt en goede cijfers, waardoor dan het aandeel weer omhoog gaat. En dat zijn eigenlijk twee belangrijke punten waarop het aandeel vaak reageert. Ook wel bekend als support en resist. Dat zijn dus twee dingen: van support, daar budst hij eigenlijk altijd op omhoog. Resist, daar wil je eigenlijk moeilijk doorheen breken, dus naar een hoger prijs gaan. Maar je kunt vaak ook als je niet bekend bent met grafiek en uh, koersverloop en zo, kun je vaak wel deze twee lijnen voor jezelf een beetje inschatten. Uh, en ik gebruik daar bijvoorbeeld Yahoo Finance voor, omdat ik vind dat die grafiek daar duidelijk voor is. Maar zoals gezegd, kijken we dan naar 1 maart het aandeel, dan zie je dat het op die dag sloot op 294,79 dollar. En 79 cent. Stel nou dat we dus in plaats van die 1500 dollar afgerond, uh, in één keer te investeren in vijf aandelen. Uh, ik met mezelf een beetje had afgesproken van laten we telkens uh, in stapjes van 500 dollar doen. Dus op het eerste moment dat Tesla onder de 300 dollar komt, um, stop ik 500 dollar in het aandeel. Nou, je zult dus zien, aangezien de koers 294 dollar en 97 cent was, 79 cent, dat ik op dat moment dus één aandeel kon kopen. Nou, kijken we dan een dag verder, toen zakte het aandeel verder naar 285 dollar en 36 cent. Op dat moment pakken we dus de tweede 500 dollar die we hadden erbij. Um, en kijken we naar wat we die dag ervoor over hadden. Nou, dat komt samen op 705 dollar en 21 cent die ik dus had te besteden. En aangezien de koers 285 dollar was, kan ik op dat moment twee aandelen kopen. Kijken we dan weer een dag verder. De koers zakte weer met ongeveer 10 dollar. In dit geval naar 276 dollar en 54 cent. En dan pakken we het derde deel van die 1500 dollar. Dus weer het vijfde 500 euro of 500 dollar in dit geval. De dag ervoor hadden we niet de 705 dollar compleet besteed. Maar pakken we dus die 500 dollar die we vandaag hadden. En wat er gisteren zeg maar overbleef. Komen we op 634 dollar en 49 cent. En zijn we dus weer. Kunnen we daar twee aandelen van kopen. Op die manier heb ik in dit geval dus in drie dagen tijd eigenlijk mijn volledige 1500 dollar besteed. het laatste deel dan toevallig net niet 81 dollar en 41 cent, omdat ik van dat bedrag natuurlijk geen aandeel meer kan kopen. dus dat houden we over. maar door deze manier heb ik dus toch vijf aandelen in bezit en heb ik hier gemiddeld 283 dollar en 72 cent voor betaald in plaats van mijn 297 dollar en 31 cent. en kun je zien dat ik dus op door deze manier toe te passen dus uh, gemiddeld genomen, minder heb betaald voor mijn aandelen. Uh, dat het eigenlijk, als je het gaat kijken en het gaat vergelijken, al een 5,5% verschil is. Dus eigenlijk heb je direct al rendement kunnen maken, want je hebt voor dezelfde aantal aandelen, in dit geval 5,5% minder betaald. En hiermee wil ik je dus weer informeren over hoe je het misschien beter had kunnen aanpakken. Uh, in dit geval pak ik mijn. Uh, ja, moment van aankopen bij Omdat ik toen dacht, achteraf natuurlijk, dat is meestal achteraf, denk je van. Had ik het maar anders gedaan? Zeker omdat ik al bekend was met de DCA dollar cost averaging. Wist ik gewoon, uh, van, oh, dat is eigenlijk stom. Maar ik was natuurlijk, in die video had ik het dacht, ervoor over van. Moment dat hij onder de 300 dollar zakt, is gewoon een goed moment om het aandeel te kopen. En het is het nog steeds. Alleen ik had dus wel al 5,5% extra rendement kunnen pakken, in ieder geval, omdat ik. Geld had kunnen besparen in dit geval. En met dat advies wil ik deze video afsluiten. Stel jij focus je op een aandeel. Je leest je in. En je denkt van op die koers is het interessant om te kopen. En ik ben zeg maar bereid 1000 euro erin te investeren. Kijk dan voor jezelf van. Is het misschien slim om in 1 keer 1000 euro te investeren. Of kun je het misschien in 2 keer 500. Of 4 keer 250 euro investeren. Wanneer de koers toch verder daalt bijvoorbeeld. En dat je dus gemiddeld minder betaalt voor het aandeel. Waardoor je dus eigenlijk hetzelfde aantal aandelen tegen een lager bedrag kiest of dat je voor hetzelfde bedrag uiteindelijk meer aandelen kunt kopen, dat is ook voor de lange termijn erg gunstig. En ik ben ook benieuwd naar of dit iets is wat jullie misschien overwegen of dat je al uh, op dit moment al toepast of dat je al bekend mee was, dus uh, laat dat onder deze video weten. Uh, vond je het nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. En laat ook onder deze video weten waarom je dat vond. Dan kan ik dat wel meenemen in de volgende video's. Zoals ik al eerder heb gezegd, hebben we ook een Discord chat, dus een, uh, een chatroom. Met, je kunt via een app op je telefoon en je tablet en je computer dus eigenlijk in een soort chatroom van ons komen waar we allerhande dingen bespreken, zoals persoonlijke financiën, beleggen, investeren, passief inkomen, al deze dingen. En inmiddels zijn we met meer dan 30 man hier in actief. Dus wil je hier ook mee praten, kijk dan onder deze video voor de link. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je kijkt nog wel nog steeds deze video, dan is het waarschijnlijk een interessante video geweest voor jou. Zoals gezegd maak ik elke week twee video's over dit soort onderwerpen. Dus persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus ben je nog geen lid, abonneer je dan nu op dit kanaal zou ik zeggen. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.